Hallo dag lieve vriendjes. Hoe is het met jullie? Goed om te horen. Hier is het ook prima. Ja, gewoon prima. Niet slecht. Ook niet goed. Gewoon prima. Mooi. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Jullie krijgen daar ook nog de groeten van Achmetje. Zei die laatst. Ja, prima toch? Weer Haribo snoep. Haribo is toch een van de grootste snoepmakers van Nederland, als je mij vraagt. Of misschien ook niet. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heeft Haribo wel heel veel verschillende soorten snoep. Ik heb laatst hier ook Haribo gereviewd. En toen weet ik eigenlijk niet meer wat er precies allemaal uitkwam. Toen dacht ik cherry cola flessen, zure bananen en nog iets. Maar dat ben ik vergeten. En dat komt omdat ik oud aan het worden ben. Ik ben vergeetachtig aan het worden. Ik weet het gewoon echt niet meer. Wel, muizen. En die muizen die wonnen. Die muizen zijn heerlijk. Heerlijk. Maar goed, wat hebben we hier? Weer colaflessen. Maar dan de gewone kleine colaflesjes. Want die andere colaflessen van de cherrykok die waren zo groot. En niet te bunkeren. Kleine colaflesjes. Deze kennen we. Dat zijn de kersjes. Ja, die zijn gewoon beroemd. Dat zijn de beroemde kersen. En deze... ken ik niet. Primavera. Kids and grow-ups love it so. The happy world of Haribo. Oh, schuim met aardbeiensmaak staat er onderop. Schuim met aardbeiensmaak. Zal wel, ziet er niet lekker uit. Maar ja, weet je, dat is met wel meer dingen zo. Dat er niet lekker uitziet totdat je het in je mond hebt en dat je denkt, best goed. Maar goed, we gaan proeven. Ik ga dit keer niet zeuren dat ik niet van zoetigheid de snoep hou. Want dat kennen jullie allemaal wel. Het begint een beetje een herhaling van zetten te worden. Laat wil ik zijn, die hele review channel is één grote herhaling van zetten. Ik vraag me ook af eigenlijk of ik dit nog heel lang moet doen. Want ja, we begonnen natuurlijk als een soort van protest tegen YouTube. Slechtste protest van de wereld ooit. Omdat je alleen maar eigenlijk onzinnige dingen mag uitzenden op YouTube zonder dat ze je uitzetten. Dus toen dacht ik, hè, rebel die ik ben, verzetsleider, power to the people. Ik ga een reviewkanaal beginnen waar ik 3 hapjes neem uit bolletjes mozzarella en een vieze erwtensoep uit de blik. Om ze te laten zien dat als Jan namelijk onzinnige bullshit maakt, dat het wel wordt uitgezonden. Nou, 60.000 abonnees. YouTube heeft het niet echt het idee dat het echt, ja, echt heel, heel naar was wat ik heb gedaan. En er was niet echt een stap dat ze zeiden van potverdikker, die Jan Roos die heeft toch een verzetsdaad gepleegd. Nou, die is een reviewkanaal begonnen. Ik weet ook niet wat er met me gebeurde. Maar goed, ik zit wel voor de zoveelste 100ste keer met een bikker cement voor mijn neus. Een beetje te kletsen naar jullie toe. Dus misschien moet ik er maar eens mee ophouden. Deze kolenflesjes. Heet iedereen. Dat zijn die kleine flesjes. En die smaken ook gewoon zoals cola flesjes snoep smaken. Het is eigenlijk echt de smaak van cola. Eigenlijk is de smaak van de cola flesjes de smaak van de cola flesjes. Het is 1000% die cola flesjes smaak van Haribo. Het heeft eigenlijk geen ene ruk met cola te maken. Maar het is wel lekker. Het zijn gewoon lekkere snoepjes. Het is gewoon, ja, wat zit erin? Het is eigenlijk gewoon één grote bak gelatine. Met een soort, ja, nagemaakte cola smaak die niet meer cola smaakt. En een fles Coca-Cola hebben ze gewoon Haribo opgeplakt. Een klaar rondje. Ja, share size. Het is gewoon helemaal niet vies. Het is gewoon prima. Ik denk niet dat je het zakje moet leeg eten. Ik denk namelijk dat de inhoud van je maag op de stoep ligt. Maar ja, cola flesjes zijn cola flesjes. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor de kersjes. Wie vindt de kersjes vies? Eigenlijk niemand. Hier is ook gewoon één bak gelatine. En ja, dit moet dan naar kerst smaken. Smaakt ook niet naar kerst. Heeft geen rol met kerst te maken. Maar waar smaakt het wel naar? Naar kerstjes van Haribo. Dit zijn gewoon smaken die staan op zich. Dit zijn de kersen van Haribo smaak. Iedereen kent die smaak. Zo'n prima snoepie. Is het voedzaam? Nee.
Het is gewoon wat het is. Deze zijn trouwens wel een stuk harder dan die koolflesjes. Die koolflesjes, die kouden zo weg. Die moet je echt als je het beste doen. De ketjes van Haribo. Heerlijk. Dan prima. Talking about prima. De prima Vera. Waarom ze dit van kerstjes noemen. Dit cola. En nu opeens is dit prima Vera. Dat snap ik niet. Waarom zou je dit dan niet gewoon aardbeienbultjes noemen of zo? Nog nooit gegeten. Dit is wat nieuw. Toch leuk? Ja. Ik ben heel erg van experimenteren. God, ze mag raken. Jezus, wat is dit zoet zeg. De vullingen springen bijna uit mijn bakkers. Hoe noemen ze het ook weer? Aardbeienschuim of zo? Schuim met aardbeiensmaak. Ja, dit is dan de schuim. Het ziet eruit en het voelt een beetje als peurschuim. Weet je wat je tussen een wand spuit om het te isoleren? Ik zou me niet verbazen als het bijna hetzelfde product is. En daar hebben ze dus mierzoete, extreem chemische aardbeiensmaak omheen gepleurd. Ja, ik vind het niet lekker. Godverdamme. Het kotsen staat me nader dan het lachen. Ik moet bijna overgeven. Die Primavera aardbeienschuim is vergif. Mijn hele maag is bezig met zijn 38ste rondje. Die roept alleen maar Jan, keeper dit eruit. Dit gaan wij niet volhouden. Dit houden wij niet vol. Dit blijft niet hangen. Godverdamme. Primavera. Nou, prima, bijna over mijn nekka. Suiker, glucosesiroop, gelatine, suiker en suiker. Ik kan wel braken, zeg. Ach, wat is dat vies. Verschrikkelijk. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes zijn oerconservatief, zoals ik altijd ben. Primavera ken ik niet. Dat is niet voor niks, omdat het niet de bunker valt. Dit geef je niet aan je kinderen. Dit geef je aan je vijand. Als je echt een ontzettende bloedhekel aan iemand hebt, zeg je, ik heb iets lekkers voor je. Neem een paar Primavera snoepjes. Binnen een minuut of twee staan ze op de play te koren. Hier, het komt allemaal naar boven. Dit is zo suikerzoet, vies, smaak, chemisch. Krijg van mij een 3. Colaflesjes Haribo is gewoon all-time favorite. Is gewoon classic. Is mijn jeugd. En mijn jeugd geef ik gewoon een voldoende. Die colaflesjes geef ik ook voldoende. Ik vind ze eigenlijk een beetje te slap. Krijg van mij een 6, zijn we wel klaar. Maar prima te doen hoor. Hoort erbij. Absolute winnaar van deze review. Haribo snoepen zijn de Haribo kerstjes. Dat is ook gewoon een classic. Dat hoort er gewoon bij. De classic kerstjes horen er gewoon bij. Die geef je aan je kinderen. Als je dat niet doet, dan ben je een ontzettende prutouder. Dus deze krijg van mij een 7. Nou, ik ben weer even genezen met al die zoete troep. Huh? Ik denk dat ik maar even een broodje bal ga halen. Ja? Mooi. Dag!